Mijn naam is Ellie Dingemansen. Ik ben werkzaam bij Kennisnet als adviseur informatiebeveiliging en privacy. En daarnaast ben ik ook werkzaam op een VO-school als informatiemanager. Ook daar hou ik mij bezig met het stukje informatiebeveiliging en privacy. In deze webinar ga ik verder in op de verantwoordingsplicht die scholen hebben vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En dan met name op het stukje register van de verwerkingsactiviteiten. En waar komen al deze benamingen nu eigenlijk vandaan? Onder de wet bescherming persoonsgegevens was het voldoende als je je aan de wet hield. Je hoefde niet aan te kunnen tonen of vast te leggen welke maatregelen je genomen had om aan de wet te voldoen. Onder de AVG is het een heel ander verhaal. Je hebt hier verantwoordingsplicht. Oftewel, je moet alles kunnen aantonen wat je met persoonsgegevens aan het doen bent. Informatiebeveiliging en privacy goed regelen is een onderdeel van deze verantwoordingsplicht. Om te voldoen aan de AVG moet je alles rondom informatiebeveiliging en privacy goed regelen. IBP goed regelen en vastleggen is aardig wat werk. Maar je kan het stap voor stap doen. Het is ook een uitgangspunt geweest voor de PO-raad en de VO-raad en Kennisnet om een aanpak te ontwikkelen die de scholen helpt bij het organiseren van informatiebeveiliging en privacy op een overzichtelijke en praktische manier. Deze aanpak maakt het mogelijk om de privacy van leerlingen en medewerkers te garanderen en de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, door uiteindelijk te voldoen aan de AVG met op de achtergrond ook aan informatiebeveiliging op basis van de ISO 27001 en 27002. In drie stappen vanuit het organiseren van beleid wordt doorgepakt op het realiseren van de maatregelen. Parallel daaraan moet je niet vergeten dat je ook blijft communiceren met je leerlingen, je medewerkers en je ouders. Aantoonbaar voldoen aan de AVG. Aantoonbaar voldoen houdt eigenlijk in dat je moet kunnen aantonen dat je je eigen houdt aan de basisbeginselen. De basisbeginselen omvatten eigenlijk de bekende 5 vuistregels. Naast deze 5 vuistregels moet je ook laten zien dat je de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Aantonen in praktijk houdt dus eigenlijk in dat je alles moet vastleggen wat je rondom IBP doet. Of het nu gaat om een stukje communicatie richting je medewerkers en leerlingen, een stukje bewustwording, om een stukje inzicht in de risico's, de klassificatie, dat je rekening houdt met de bewaartermijnen. Alles moet je vastleggen. En als we dan eigenlijk gaan kijken dan naar deze tabel, dan zit daar een grote overlap in. En van die overlap kunnen we gebruik gaan maken. Als we teruggaan naar waar we over begonnen, het overzicht van de verwerkingsactiviteiten, dan zijn alle scholen verplicht om zo'n register aan te leggen. Sterker nog, als de autoriteit persoonsgegevens vraagt om inzage in dit register, dan zijn wij verplicht om dat te geven. Gegevensverwerking zijn eigenlijk een aantal rollen bij betrokken. Als we eerst eventjes gaan kijken welke 3 rollen er betrokken zijn bij het verwerken van gegevens, dan komen we als eerste uit op de betrokkenen. Dat is degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Daarnaast hebben we de verwerkingsverantwoordelijke. De bestuurder van de schoolorganisatie is bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijke van de school. Hij of zij is degene die het doel en de middelen van de verwerking bepaalt. Daarnaast hebben we ook nog de verwerkers. De verwerkers zijn de instanties of de personen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens verwerkt. Maar wat moet er nu eigenlijk allemaal in zo'n register staan? We kunnen niet zomaar een opsomming maken van wat wij denken dat daarin moet staan. Artikel 30 van de AVG geeft heel duidelijk aan wat een register minimaal moet bevatten. Voor de duidelijkheid hebben wij het op een rijtje gezet en alle onderdelen met een kleur aangegeven.
Het onderdeel brondocumenten komt niet expliciet terug in artikel 30. Maar het is wel de basis voor de gegevensverwerking die wij doen met leerlinggegevens op school. Want wat staat er allemaal in het inschrijvingsformulier van een leerling? En welke gegevens hebben wij allemaal nodig als we een medewerker in dienst nemen? Maar hoe hou je nou het overzicht als je zoveel dingen moet regelen, als je zoveel dingen moet aan gaan tonen? En eigenlijk zou je willen dat je dat allemaal op één plek samen laat komen. We hadden al gezien dat er een zekere overlap was tussen alle onderwerpen. En een plek om dat samen te laten komen zou een dataregister kunnen zijn. Het dataregister heeft eigenlijk als essentie dat je het overzicht hebt en houdt. Het dataregister als overzicht laat je niet alleen zien wat er in het register van de verwerkingsactiviteiten moet staan, maar het is ook aangevuld met brondocumenten. Het laat je kennis maken met een stukje autorisatie. Tot welke persoonsgegevens hebben medewerkers toegang? Overzicht van persoonsgegevens die ook worden opgeslagen in interne documenten en in interne applicaties. Het geeft een beetje inzage in de BIF-classificatie op het niveau van de gebruikte persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens moeten extra beveiligd worden en welke minder? Het laat ook een stukje privacyverklaring zien wat je kan gebruiken bij de ondersteuning voor de informatie richting je leerlingen en de ouders. We hebben al gezien dat het dataregister is aangeduid met een aantal kleuren. Deze kleuren kunnen we laten overeenkomen met een aantal bouwblokken. De eigenlijke verwerkingen worden vastgelegd in de blokken F, G en XX, waarbij XX eigenlijk de naam van de school is en daarom dezelfde kleur heeft als blok A. We gaan nu met deze bouwblokken aan de slag om een dataregister op te bouwen. Laat je niet afschrikken door de kleurrijke overzichten, maar focus je op de bouwblokken. En laat je verrassen door wat er al vooraf voor je is ingevuld. Elk dataregister heeft dezelfde opbouw en bevat de bouwblokken die rechts in beeld zijn. Een document is opgebouwd uit een aantal gekleurde tabbladen. Op tabblad 1 komt het grote overzicht naar voren, van in dit geval dataregister 1, over de leerlingen. Dit geeft al aan dat er dus meerdere dataregisters zijn. Alle bouwblokken vinden in dit overzicht stapsgewijs hun plek. In het overzicht zelf hoef je vrij weinig in te vullen. In de eerste stap is het grootste deel al ingevuld. Als we dan doorgaan naar stap 2, het volgende deel, dat wordt grotendeels bijgewerkt op basis van de onderstaande tabbladen. Hiermee ga je eigenlijk aan de slag. Dat zijn je werkdocumenten. De laatste twee bouwblokken die vragen nog wat extra toelichting. Waarom nu eigenlijk meerdere dataregisters? Er is bewust voor gekozen om meerdere dataregisters te maken gebaseerd op de categorie van betrokkenen, degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Dat maakt het ook mogelijk om het overzicht als een informatieplaat te gebruiken voor de verschillende betrokkenen, voor de verschillende doelgroepen. Alle dataregisters zijn terug te vinden in de aanpak IBP met de bijbehorende handleidingen. In deze webinar wordt het dataregister leerlingen als voorbeeld verder uitgewerkt. Stap 1 richt zich, zoals we al gezien hadden, op de onderdelen A tot en met E van werkblad 1. Je begint bij A. Kies een mooi logo, vul de contactgegevens van de bestuurder in en eventueel de gemandateerde, de contactgegevens van de FG, een verwijzing naar de website en deze is ingevuld. Van B hadden we al gezegd dat we gingen beginnen met het dataregister van leerlingen. Hier hoeven we dus niets aan te doen. Blok C, de verwerkingsdoeleinden. De verwerkingsdoeleinden zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hiervoor heeft het vrijstellingsbesluit model gestaan. Datzelfde geldt voor onderdeel D.
de categorieën van persoonsgegevens. Daarbij wil ik graag opmerken dat de categorieën van persoonsgegevens ook doorgevoerd zijn in de bijsluiter van de verwerkingsovereenkomst 3.0. Maar hierover later meer. E. De brondocumenten zijn van belang voor de directe en indirect verkregen informatie. Als een school andere benamingen heeft of andere brondocumenten, wijzig dan de naam en laat de documenten bij de interne documenten op tabblad 9 terugkomen. Mooi. We zijn nu 5 minuten bezig en we hebben A tot en met E al ingevuld. Nou ja, we hebben even gekeken wat er eigenlijk al allemaal ingevuld was. En we hebben de contactgegevens ingevuld. Misschien gingen de blokken C en D een beetje snel. In het overzicht staat namelijk C op meerdere plaatsen. En dat klopt. Persoonsgegevens mogen en kunnen voor meerdere verwerkingsdoeleinden gebruikt worden. De verwerkingen kunnen gebaseerd zijn op één of meerdere grondslagen. Om het voor scholen zo eenvoudig mogelijk te houden, zijn voor de persoonsgegevens de verwerkingsdoelen aangegeven waarvoor deze gebruikt kunnen en mogen worden. Eventuele overige gegevens kunnen altijd bij nummer 14 ingevuld worden. Zo zie je dat de categorie 1a bij alle verwerkingsdoeleinden terugkomt en de categorie 4 maar bij 4 van de 7 verwerkingsdoeleinden. Dit overzicht zal met dezelfde invulling op de verschillende werkbladen terugkomen, zodat je ze altijd bij de hand hebt. Dan gaan we verder met stap 2. Hier komen alle eigenlijke verwerkingen aan bod, zowel extern als intern. In stap 2 richten we ons op de tabbladen F, G, H en XX. Die van de school zelf dus, de interne documenten. Alleen H heeft geen echt werkblad. H kan direct in het overzicht op tabblad 1 ingevuld worden. Gaan er geen gegevens naar derde landen of internationale organisaties, dan kan je volstaan met het laten staan van niet van toepassing. Gaan er wel gegevens naar buiten de EU, verwijs dan naar tabblad G voor aanvullende overeenkomsten. Alle werkbladen hebben de kleuren van de blokken. Je kan ze dan ook één voor één invullen. De volgorde maakt niet uit. Als alle werkbladen ingevuld zijn, bevat het eerste overzicht de belangrijkste gegevensuitwisselingen met de verwerkingsverantwoordelijken, de verwerkers, en is de toegang tot persoonsgegevens van medewerkers op basis van functie en rollen inzichtelijk. Deze stap is wat meer werk en vraagt eigenlijk om wat voorwerk. Dat scholen vaak in meer of mindere mate al gedaan hebben. Hoezo voorwerk? Nou, mogelijk heeft de school al aan de slag gegaan met de aanpak IBP. En heeft de school ook al een risicoanalyse gedaan. En zijn de verschillende systemen en de gebruikte persoonsgegevens al in kaart gebracht. Het kan ook zomaar zijn dat er al een overzicht is van alle externe partijen waarmee gegevens worden uitgewisseld. DUO, leerplicht, onderwijsinspectie. Scholen hebben ook mogelijk al een overzicht van alle uitgeverijen en distributeurs waarmee zij gegevens uitwisselen om digitaal lesmateriaal te bestellen. Zij hebben vaak ook al verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hou deze overzichten bij de hand. Daar staat waardevolle informatie in voor het vullen van de diverse werkbladen. Zijn er geen inventarisatielijsten gemaakt? Geen probleem. Maar neem dan de werkbladen als uitgangspunt. Maar het kan wel iets langer duren voordat je dan alles uitgezocht hebt. We starten nu bij de verwerkersverantwoordelijken. En zoals eerder gezegd is er gekozen om op elk werkblad ook de verwerkingsdoelen voor de categorieën persoonsgegevens weer te geven, evenals een overzicht voor de verwerkingsdoelen van de grondslagen. Dit werkblad bevat een aantal veel voorkomende verwerkingsverantwoordelijken. Pas het eventueel aan de eigen situatie. De eerste 8 van deze tabel worden doorgelinkt naar het overzicht op de eerste pagina.
Werkblad 4 geeft een overzicht van de verwerkers. Ook hier worden de eerste 5 doorgelinkt naar het grote overzicht. Kleine scholen kunnen voldoende hebben aan dit overzicht, omdat zij niet veel digitaal lesmateriaal hebben en niet veel contacten hebben met andere distributeurs. Maar veel scholen hebben daar niet genoeg aan. En ze hebben veel meer verwerkers dan dat er op werkblad 4 passen. Tabblad 5 is dan een oplossing. Ook op dit tabblad wordt gewerkt met een top 5. En het kan geheel aangepast en ingevuld worden voor de eigen school. De categorieën persoonsgegevens staan nu horizontaal aan de bovenkant. En er zijn ook 2 extra kolommen toegevoegd. 1 kolom voor de opmerkingen en 1 kolom om eventueel aan te geven wie het functioneel beheer van het pakket doet en of de eigenaar is. Je weet dan altijd bij wie je terecht kan voor vragen. Let op, dit tabblad is ook zeer geschikt om als eerste inventarisatie te gebruiken als de school geen voorwerk heeft gedaan en er nog geen overzicht van heeft. Van organisaties wordt daarnaast ook verwacht dat ze van alle verwerkers een aantal gegevens vastleggen, zoals de omschrijving, de naam, de datalocatie. Ook hier staan de meest gebruikte weer bovenaan. Optioneel kan in dit overzicht gebruik gemaakt worden als checklist voor de verwerkersovereenkomsten. En als we het dan toch over die verwerkersovereenkomsten hebben, model 3.0 bevat dezelfde categorieën persoonsgegevens als het register. Op die manier kan het register relatief eenvoudig gevuld worden met de gegevens uit de overeenkomst 3.0. De werkbladen 7, 8 en 9 gaan over de interne verwerking van persoonsgegevens. Deze werkbladen hangen nauw met elkaar samen. Dit is het lastigste deel van het dataregister en hebben een overlap met de risicoanalyse, de autorisatiematrix en kunnen input leveren bij het opstellen van een DPA. Het levert je dus extra informatie op. Het register van de verwerkingen gaat uit van de categorieën van de ontvangers aan wie je persoonsgegevens verstrekt worden. Kort door de bocht zou je dus kunnen zeggen dat je met het invullen van de overzichten op de werkbladen 3 tot en met 6 je register voor de verwerkingen gereed hebt. Aan de andere kant zijn de basisbeginselen voor het verwerken van persoonsgegevens gericht op onder andere dataminimalisatie, ervoor zorgen dat je niet meer gegevens gebruikt dan dat er nodig zijn en ervoor zorgen dat medewerkers alleen toegang hebben tot die gegevens die zij voor het uitoefenen van hun functie benodig hebben. Een stuk transparantie over het gebruik van persoonsgegevens binnen de school. Denk aan de privacyverklaring. En gaan de technische en organisatorische maatregelen ook over autorisatie en klassificatie. Werkblad 7 geeft de mogelijkheid om een opdeling te maken in interne gebruikers en aan te geven welke gegevens zij nodig hebben om hun werk te doen. In het IBP-beleid heeft de school al iets geroepen over het toegangsbeleid tot gegevens en applicaties. Dit overzicht maakt het mogelijk om vast te leggen welke medewerkers vanuit hun functie de toegang nodig hebben tot bepaalde persoonsgegevens. Wijzig de categorieën van de medewerkers in de rode vakjes, zodat ze voor de school passend zijn. Maar let op het moment dat de toegang voor gegevens handig is, moet je gaan nadenken of het wel noodzakelijk is. Misschien is er een andere manier om indirect de gegevens voor incidentele situaties te krijgen zonder permanente toegang tot de gegevens. Hetzelfde geldt voor interne applicaties en identity management voor de toegang tot het netwerk. Wordt de toegang tot het netwerk bepaald door een bronsysteem, lees dan niet meer gegevens uit dan nodig zijn voor de toegang tot het netwerk, de rechten op bijvoorbeeld applicaties en netwerkmappen. Werkblad 8 geeft de mogelijkheid om per informatiesysteem aan te geven wie toegang heeft tot de verschillende gegevens. Binnen een informatiesysteem, in dit geval een leerlingadministratiesysteem, worden de rechten vaak gebaseerd op de rollen binnen de applicatie.
Laat deze rollen overeenkomen met de interne gebruikers op werkblad 7. Of geef in ieder geval aan welke interne gebruikers welke rollen hebben. Inventariseer in de kolom huidig welke rollen en groepen toegang hebben tot de categorie persoonsgegevens in het leerlingadministratiesysteem. Wat is de huidige situatie in het systeem? In de kolom AVG geef je aan welke toegang tot die gegevens in het kader van de dataminimalisatie en de toegang vanuit het vorige werkblad nummer 7 gewenst is. Bijvoorbeeld, als in het leerlingadministratiesysteem docenten toegang hebben tot alle leerlinggegevens van hun klassen, maar ook de adresgegevens en de gegevens van de ouders, en in het werkblad 7 is besloten om docenten alleen het eerste stuk te geven en geen adresgegevens nodig hebben om hun werk te doen, dan zit hier een punt van aandacht. Er moet dan gekeken worden hoe en of dit aangepast kan worden. De verschillen tussen de huidige inrichting van de systemen en de wenselijke toegang tot de gegevens op basis van de AVG worden op deze manier in beeld gebracht. Hetzelfde kunnen we doen voor de interne documenten, waaronder de brondocumenten. Neem bijvoorbeeld het inschrijfformulier. Wat wordt er nu allemaal uitgevraagd en wat hebben we echt nodig om een leerling in te schrijven, te begeleiden en goed onderwijs te geven? Pas de opsomming van de documenten en de interne applicaties aan de eigen situatie en vergeet niet de benamingen ook aan te passen op het overzicht op het eerste werkblad. Hoe ver zijn we nu eigenlijk? We hebben alle blokken ongeveer weggestreept op 2 na, namelijk de bewaartermijnen en de technische maatregelen. Werkblad 10 is als voorbeeld opgenomen in het register. En op het overzicht staan alleen bij de brondocumenten de bewaartermijnen aangegeven. Dat heeft ook een reden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een totaaloverzicht van bewaartermijnen waarin verschillende wet- en regelgevingen worden meegenomen. Hier wordt ook OCW bij betrokken. Als het overzicht klaar is, dan zal dat aan het dataregister worden toegevoegd en zal tabblad 10 worden aangepast. De AVG verwacht ook dat we passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen. Het register van verwerkingen vraagt om een algemene beschrijving van deze maatregelen. En zoals we weten brengen alle beveiligingsmaatregelen kosten en afspraken met zich mee. En alles op het hoogste niveau beveiligen, de BIF-classificatie, overal op hoogte zetten, is niet reëel en soms zelfs onwerkbaar. Hoeveel en welke beveiligingsmaatregelen je neemt, is afhankelijk van je classificatie van je gegevens en de gebruikte systemen. Dankzij de input van heel veel scholen beschikt het dataregister over een ingevulde BIF-classificatie op het niveau van de persoonsgegevens. Deze BIF-classificatie kan op zijn beurt weer bruikbaar zijn bij het opstellen van een DPA. Vul bij J dan ook in wat voor de school van toepassing is, of verwijs naar het IBP-beleid of een document met de algemene beschrijving van de genomen maatregelen, liefst inclusief of en hoe dit gecontroleerd wordt. Stap 4. Naast de verantwoordingsplicht heeft elke school ook een informatieplicht. Dat betekent dat je verplicht bent om nieuwe en bestaande leerlingen en ouders van leerlingen, maar ook medewerkers, duidelijk te informeren wat de school met hun persoonsgegevens doet. Dit kan door het publiceren van een online privacyverklaring als een uittreksel van het privacyreglement. Op werkblad 2 staat een voorbeeld. Aan het begin hebben we gezien dat de dataregisters zijn gemaakt op basis van de categorieën van betrokkenen. We hebben dus een dataregister voor leerlingen. Deze hebben we nu helemaal doorgenomen. We hebben een dataregister voor de medewerkers in loondienst. 1 voor relaties. En er is er nog eentje in voorbereiding, namelijk de medewerkers die niet in loondienst zijn, maar externe. Er zitten wat kleine verschillen tussen de onderdelen van de verschillende dataregisters.
Zo zijn bij de medewerkers in loondienst de brondocumenten anders. De categorieën van persoonsgegevens zijn iets anders. En de verwerkingsverantwoordelijke, verwerkers en de interne documenten kunnen ook verschillen. Maar de opbouw blijft hetzelfde. De tabbladen blijven hetzelfde. Dat wat je als school zelf moet invullen, blijft gelijk. Een school heeft vaak meerdere relaties. Denk bijvoorbeeld aan belangstellenden, alumni en sollicitanten. Om van al deze betrokkenen een apart dataregister te maken, is niet nodig. Van al deze mensen worden betrekkelijk weinig gegevens verwerkt en voor zeer beperkte doeleinden. Daarom zijn ze in één overzicht samengebracht. Hierin worden de verwerkingsdoeleinden en grondslagen per categorie betrokkenen vastgelegd. En bestaat de categorie van persoonsgegevens uit de combinatie van voorgaande. De overige onderdelen worden kort per betrokkenen benoemd. Beschrijf in dit register wat voor de school van toepassing is. Een register voor verwerkingsactiviteiten is één. Maar als we hebben gezien, een school moet nog zoveel vastleggen. Overzicht houden is hierbij van het grootste belang. Een dataregister kan helpen om alle onderdelen samen te voegen en het overzicht te houden. Het geeft inzicht in de verwerking van de persoonsgegevens. Het geeft inzicht in de applicaties die je gebruikt. Het is een basis voor je autorisatiematrix, omdat je kan aangeven wie toegang heeft tot welke gegevens. Het kan handvatten bieden voor het opstellen van een DPA. En eigenlijk, maak er gewoon tijd voor. Veel is al ingevuld en de afzonderlijke werkdocumenten maken het mogelijk om het stapsgewijs op te pakken. En raak niet in paniek van zo'n groot kleurrijk overzicht. Begin gewoon bij het begin. Vul het logo in, geef de plaatste contactgegevens en maak gebruik van de werkbladen F, G en H. En als je dat gedaan hebt, dan zul je zien, dan is je register voor je verwerkingsactiviteiten eigenlijk compleet. En op een later moment ga je verder aan de slag met de interne gebruikers en de interne applicaties. Het dataregister als uitbreiding op een register van de verwerkingsactiviteiten maakt het mogelijk om overzicht te houden in heel veel onderwerpen en aantoonbaar te voldoen aan de AVG.